Ik hing daar op een gegeven moment ongeveer 6 hoog. En ik schoot uit de touw. Toen ben ik van die hoogte zo naar beneden geklapt op een betonnen vloer. Eind 2016 had ik het plan om met een paar vrienden te gaan ijsklimmen in de Alpen. Bevroren watervallen beklimmen. Dat deed je wel vaker, neem ik aan. Vaker, ja. Zomers rotswanden, 's winters ijswanden beklimmen. En we gingen nog even een keertje trainen in de klimhal in Rotterdam. Even de laatste puntje op de i te zetten. En daar hebben we een fout gemaakt met het leggen van de zekering. En ik hing daar op een gegeven moment ongeveer 6 hoog. En ik schoot uit de touw. Toen ben ik van die hoogte zo naar beneden geklapt op een betonnen vloer. Dat is 15 meter. Ja, ja. En letterlijk alles gebroken wat ik maar kon breken, verbrijzeld en gedaan. 5 weken in coma gelegen. Onvoorstelbare uren operaties achter de rug gehad. Waarbij eigenlijk geen van de artsen überhaupt nog dacht dat ik het zou overleven. Ik sprak een van de artsen laat. Die zei van nou, ik kan me die operatie aan je gezicht nog wel herinneren. Die was tot zo'n 3 centimeter weggeslagen. Hij zei, we waren eigenlijk meer bezig jou wat op te knappen voor je kist, omdat we nou dachten dat jij ging redden. En toen ik 1 keer wakker werd, ik kon nog minder dan een baby. Ik kon niet slikken, ik kon niet praten, ik kon me niet bewegen, niks. Maar ik kon ook niks meer zien. En dat is gebleven. Gelukkig kan ik nu weer staan en lopen en praten en normaal weer slikken. Maar mijn zicht is voor 100% weg, dus ik kijk helemaal in het zwart. Men zegt wel eens, in een tijd van problemen leer je vrienden kennen. Dat hebben wij in positieve zin eigenlijk geleerd. Dat we zulke ongelooflijke mooie hulp kregen van mensen. Van pannetjes eten aan de deur tot weet ik wat allemaal van hulp. Dus dat was heel mooi. En dat gaf ook wel weer kracht van dat mensen je ondersteunden. En mensen waar je veel om gaf, dat die er voor je waren. En dat is mooi. Ik heb wel gezegd, ik heb mijn belangrijkste managementlessen, denk ik, tijdens het klimmen geleerd. In momenten van hoge mate van stress, dat je denkt dat het fout gaat. Heel sterk teruggaan naar het nu. En van daaruit weer kansen zien. En dat had ik toen ook. Ik lag toen in het revalidatiecentrum. Ik herinner me nog dat ik als ik naar de wc moest of naar de badkamer moest, dan werd ik met een soort bedlift uit bed getakeld. Net een soort Free Willy was ik. En dan werd ik naar de badkamer gebracht. Dat vond ik verschrikkelijk. Ja. En er was toen geregeld door mijn familie dat er om de beurt iemand bij mij bleef slapen. Want ik had enorme nachtmerries in de lieren. En toen die nacht was mijn zoon bij me blijven slapen. En toen had ik met hem afgesproken van Max, ik ga proberen zelf uit bed te klimmen. Als dat lukt en of het gaat fout, dan moet jij me opvangen. En dan klim ik zelf in die rolstoel. En dan, nou, dat is wel een paar keer gedaan. Midden in de nacht dat samen stilletjes gedaan, dat niemand van de verpleging het hoorde. En na 2-3 keer lukte dat. Nou, en toen hebben we samen staan juichen. Ja, het kan, het lukt. En weet je, en zulke kleine succesjes vanuit zo'n vertrekpunt. En daar af en toe ook weer naar teruggaan. Dat maakt dat je weer energie krijgt en weer nieuwe doelen gaat stellen van hey, dit lukt en dat lukt. En dan mogelijke momenten hebben gehad van verslapping. Net even cruciaal moment, het leggen van de zekering, net even niet goed opgelet. Allebei niet. En dat was zo'n cruciaal. En dat gebeurt natuurlijk in werksituaties ook. Hè? Ja. Dat je al jaren misschien met een goed team samenwerkt. En denk van nou, hè, daar is goed zicht op. Dat zijn ervaren gasten, mensen die ik kan vertrouwen. Dat klopt. Ja. En toch gebeurde het dan, gebeurde de fout. Via een andere vriend van mij, Wilco van Rooyen, rolde ik toen bij Sportspeakers naar binnen. Bergbeklimmer. Dat is die man die zijn tenen verloren heeft. Ja. En verloren, of werd het verdwaald geraakt is op de K2. Ja, 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 ook heel heftig ongeluk gehad. Ja. En we doen nu ook samen lezingen, Wilco en ik. Alleen doe ik natuurlijk lezingen. Dus zo ben ik eigenlijk in dat lezingencircuit gerold. En het grappige is dat ik wel eens denk dat het geven van die lezingen, en daarbij pak ik ook een stuk terug van mijn verhaal, van mijn ongeluk, dat het juist heel positief werkt in de verwerking van hoe ik nu sta, wat ik nu kan en wat ik niet kan. En dat dat juist een mooie helende werking heeft in plaats van dat je blijft hangen in van wat je allemaal niet meer kunt en doet. Het komt uiteindelijk toch puur uit jezelf, niet uit theoretische lessen of iets, maar echt puur uit jezelf. En eigenlijk zodanig geconfronteerd worden met wat voor mij leek het een uitzichtloze situatie. En letterlijk uitzichtloos. En dat je eigenlijk door jezelf
te trainen in heel sterk naar het moment gaan. Of dat nou is dat je lekker even met de kat op schoot een bakje koffie zit te drinken of iets. En van daaruit, nou ga ik eens dit doen, ga ik eens dat doen. En dan dingen die dan lukken. En dat kunnen soms hele kleine doelen zijn. Dus eigenlijk loslaten van een ooit gesteld doel, van een groter doel. Wat je natuurlijk bij veel ondernemingen ziet, dat mensen zeggen van nou, we willen zoveel miljoen draaien. Of dit moeten, dit zijn de targets. Als je daar maar aan vast blijft houden, dan zul je altijd zien dat dat of nooit gehaald wordt of toch iets anders. Terwijl als je in staat bent dat op cruciale momenten los te laten en te kijken, hey, wat is nu de situatie met wat is mijn team, wat is de markt, wat gaan we daarmee doen? Dat je dan in heel veel gevallen mooiere resultaten weet te halen, mensen veel meer in de kracht weet te zetten dan maar vast blijven houden aan dat uitgestelde doel. En dan toch wel een anekdote, en hij is online al veelvuldig beschreven, maar ik had ook stiekem gehoopt toen je hier aankwam bij de studio hier, ja. En jou, ik hoorde het geronk al van verre. Je hebt gewoon een dikke Lotus gekocht, want je bent petrolhead ook gewoon. Ja, ja. Oh, dat was ik al. Ja. Nou weet je, ik was altijd een petrolhead en hield vooral van Engelse auto's. Mm-hmm. En het moment dat je natuurlijk ineens zo terug wordt gezet naar nul, ben je ook zelf aan het kijken van wat kan ik nou nog wel? Waar kan ik nou wel van genieten? En het grappige was, als ik dan wel eens bijvoorbeeld een van de auto's waste, dat ik door te voelen, de vormen te voelen van die auto, dat je weer even kan kijken. Ja. En de geluiden te horen van zo'n auto en te voelen bewegen. Dat je weer even kan genieten.